Lieve mensen, scherm jezelf goed af tegen het kwade, tegen het negatieve. Iedere keer als je merkt dat het negatieve, dat het kwade inbreuk op jouw energie wil plegen, laat het niet toe. Laat het van je af. Want je bent veel meer waard. Je bent veel sterker dan dat. En ligt het aan jou? Ben jij degene waaraan het ligt? Het kan ook net zo goed de ander zijn. Maar de schuld wordt vaak op jou geduld. Jij bent de schuldige. Jij bent degene die dan niet deugt, omdat je het anders hebt gezien. Omdat je voor jezelf graag een andere mening had gehad. Maar doordat jij zelf een andere mening had, en dan door de ander niet gewaardeerd wordt, ben je in één keer ook niet meer zo populair. Dan val je, als het ware, voor de ander op dat moment door de mand. Maar is dat ook zo? Vraag je je dat ook wel af? Is het niet veel eerder zo dat die ander denkt, oh, shipper de pip. Die kwam binnen. Die had ik niet zien aankomen. Maar jij blijft in je element. Jij blijft rustig. Nee, natuurlijk, dat lukt niet altijd. Het is ook een hele opgave, want die ander die raast dwars door jou, zeg maar, schild heen. Die draaft dwars door alles heen. Die heeft totaal geen rijtje mededogen met jou. Of medeleven. Steeds weer op zoek naar de betere moeten zijn. Steeds weer op zoek naar sterker dan jij. Niet willen luisteren. Niet eens waarnemen. Gewoon in zichzelf gekeerd, meedogenloos slecht doende over jou, over die jij bent, over de fijne vlinder die je graag zou willen zijn. Over dat bijtje wat over de weide vliegt. En mooie bloemetjes tegenkomt. Over de vlinder. Die weet waar de honing mag krijgen. Om te bestuiven. Maar als het maar van jou wordt afgenomen. Als jij maar niet in het element van jouw waardige kracht mag zijn. Waarin je mag groeien. Het hoeft er maar om te gaan. Het hoeft maar om de vloot te gaan. Zie het als de golven in de zee. Zij zijn ook zo onvoorwaardelijk. Zo boven onvoorwaardelijk aanwezig om te mogen geven. Om jou in de groei te mogen ondersteunen. Denk er maar eens aan. Denk er maar eens aan als je aan de zee bent. En je luistert naar het ruizen van de zee. De golven van de zee. We deinen erop mee.
Pak de emotie. Neem het met beide handen aan en durf te zeggen ja. Het is goed. Durf te zeggen ja, ik omarm. Maar iedere keer weer maken we weerstand. Roept het vragen in ons op. Zeggen wij, nee, we zijn er nog niet klaar mee. Want we hebben nog zoveel. We willen nog zoveel bereiken. Maar lieve lui, niets neem je ervan mee. Helemaal niets. Als jij straks je oogjes dicht maakt en de eeuwige slaaptijd komt eraan, dan gaat de reis op een andere manier verder. En dan is alles wat jij in aarde vergaderd hebt, is niet meer. Maar dingen kunnen bij je horen. Dingen kunnen tijdloze aspecten bedragen. En daardoor nog meer meelevend voor je zijn dan ooit. Meedogenloos. Hardoordelend. Vellend. Vanuit een stuk. Hateloos. Hateloos. Nee, vol haat. Kijkend in dat stukje wat men mist en er geen gehoor aan kan of wil geven. Hoe mooi zeg ik hem dat? Je wilt er geen gehoor aan geven, want het doet niks met je. Je kunt er niks mee. Terwijl je diep van binnen zou willen hopen, denken. Ja, ik wil. Ik wil me verdiepen. Ik wil me inzichtelijk krijgen. Inzicht in het zijn. Inzicht in het manifest van de groei en de kracht om het manifest van het hogere zijn en de hogere liefde te mogen accepteren in de basislagen waaruit de materie is opgebouwd. En van daaruit de groei in mag gaan. Stel je open, maak de brug. Ben ik bereid om mijzelf te verrijken in de groei waarin ik mag staan? Om te mogen geven en te nemen in een stukje ruimte waar het niet meer alleen maar gaat over dit, over de poen die je op zak moet hebben om weet ik veel te kunnen zijn. Maar om het spirituele effect van de echo die de ziel jou laat spreken in de taal die we verstaan. De echo van de ziel laat je spreken in de taal die we verstaan, die de doven zullen horen, omdat we ze marcheren vanuit diepe gelegen stukken, die de kracht van de eenvoud doen laten zijn voor daar waar ze mogen zijn en niet meer en niet minder. Ga naar binnen. Kom bij jezelf. En zeg tegen jezelf. Lief mensenkind. Ik ben het waard. Om deze groei te mogen accepteren. En te bekrachtigen dat ik er mag zijn. Om de verbinding te mogen maken naar het hogere. Naar de aspecten van de innerlijke verdieping. Die ons neigen te verbreden. Naar eenvoud. En rust. Medium Birdie en gids groeten u met dank.